zwaardere straffen voor krakers en de mogelijkheid om krakers die niet op heterdaad zijn betrapt toch aan te houden. Het zijn een paar van de punten van de nieuwe anti-kraakwet die sinds vandaag, dankzij de PVV, door een kamermeerderheid wordt gesteund. Het voorstel van CDA, ChristenUnie en de VVD kon eerst nog niet op genoeg steun rekenen. Zo zou de maximumstraf voor kraken 4 maanden moeten zijn. Dat is nu verhoogd naar 1 jaar. Voor de PVV reden om alsnog met het voorstel in te stemmen. Nu staat er 12 maanden gevangenisstraf op. Dat betekent dat de strafmaat dus met 200% is verhoogd. Is echt uniek in de Nederlandse strafrechtsgeschiedenis. Dus dat is een belangrijke winst in onze ogen. En ook dat aanhouden buiten heterdaad, dat is erg belangrijk dat dat nu ook mogelijk wordt. Buiten de Tweede Kamer een klein groepje demonstrerende krakers. In de media wordt ieder minuscuul incidentje opgeblazen tot één grote olifant. En zouden krakers inderdaad ontzettend gewelddadig worden. En dat is ook de manier waarop de indieners van het wetsvoorstel het onderbouwen. Maar ik zie daar zelf vrij weinig van terug, eerlijk gezegd. En ook volgens kenners valt het allemaal best mee met de krakersoverlast. Uit mijn onderzoek komt in ieder geval naar voren dat er in de gemeente buiten Amsterdam nauwelijks sprake is van overlast door krakers. Het is nog niet duidelijk wanneer het wetsvoorstel verder wordt behandeld.